In deze aflevering van Profiel, oud international, oud Champions League winnaar Winston Bogarde. Ja! Ja! Maar hij was ook het enfant terrible van het Nederlandse voetbal. Maar in mijn reactie dat ik het vraag, greep ik hem dus bij zijn keel. Snap je? Het is tijd om de rekening op te maken. Licht en donker in het leven van Winston Bogarde. Ze willen doen met je wat, ja, wat ze willen. Wat ze kunnen. Hopen op een reactie van jou. Waardoor zij de gelegenheid krijgen om je eruit te knikken. Zo'n man, zo'n hoekige neger, zo'n boze man. Dat je die ziet, iedereen loopt met een boog om die man heen. Denk van, ik ben bang voor die man. Hij snauwt de pers af. Hij heeft een imago van zakkenvuller, noem maar op. En met die man ga je in gesprek en dan pel je die ui schilletje voor schilletje af. En dan hoop je dat je iets anders vindt bij die man. Rot op, man. Dag, wezen. Loopt u nog steeds? Loopt u nog steeds? Kom. Wat nou? Kom. Niet dreigen. Wat niet dreigen? Je bek, man, nee. Januari 2003. Op de bank zit een boze man. Buiten ruist het verkeer. Barcelona? Milaan? Amsterdam? Hij weet het even niet meer. Oh ja, Londen. Fucking Londen. Dan neemt hij nog maar eens een slok van zijn Bacardi Cola. De tweede fles Bacardi is bijna leeg. Alcohol blust zijn woede. Eigenlijk is hij zijn hele leven lang al boos. Op de wereld. Zijn vader, de trainers, supporters, medespelers, zijn vrouwen. Ooit nam hij zich voor om zich van zijn ketenen te ontdoen. Hij wilde vrij zijn, onafhankelijk. Niemand zou Winston Bogarde kunnen zeggen wat hij moest doen of laten. Hij werd voetballer. Nu is hij bij Chelsea de best betaalde reserve ter wereld. Nog anderhalf jaar, dan is het zover. Op 1 juli 2004 loopt zijn contract af. Niet alleen is hij dan schatrijk, dan zal hij ook de strijd hebben gewonnen. Voetbal heeft jou voor heel veel behoed. Ja, over het algemeen wel. Want je zou, bij de meeste mensen is het andersom. Kijk, ik kan me buiten het veld redelijk goed beheersen, maar in het veld doe ik hele domme dingen, omdat ik door mijn emoties geleid word. Maar bij jou is dat, dat is voor jou een uitlaatklep. Ja. Snap je? In het voetbal, in het veld kan je, wat jij dagelijks misschien meemaakt, daar kan je uitrazen. Voor jezelf dan, hè? Ja. Maar dat is voor jou hobby. Dat is voor mij werk. Dit is jouw werk. Ja, op dat leven. Moment dat we dit net dat zien. Is, dat is mijn werk, dat is mijn leven. Winston Bogarde, jawel. Dit is de derde. Alles goed? Ik denk, omdat er om Winston ook in die periode voorafgaand altijd oordelen waren, maar zeker vooroordelen. Dat hij niet benaderbaar zou zijn, dat hij super agressief zou zijn, dat hij dat er geen land met hem te bezeilen is. Ik kan er tegen alle oordelen en vooroordelen in. Ik kan totaal geen ander oordeel vellen dat ik fantastisch met deze man gewerkt heb. Je bent geen voetballer meer. Je bent nu de oud-voetballer Winston Bogarde. Mm. Als je nou terug gaat op die 15 jaar als profvoetballer. Mm. Doe je ogen dicht en welk beeld zie je nou voor het eerst voor je? Ik denk dat het een combinatie is van al die beelden. Dat ben ik. Dat ben ik gewoon. Ik ben totaal niet veranderd, vanaf het begin tot aan nu, eigenlijk.
De clubs krijgen vader, ja, moeilijk en agressief. En clubs waren huiverig om mij te contracteren. Snap je? In feite gaat het nog steeds om je voetbalkwaliteiten. Hoe een speler is, privé of erbuiten, hey, oké. Als hij in het veld en op de club maar doen wat hij moet doen. Ik kom uit een heel groot familie. En we hadden het niet echt breed. Ik was met alles tevreden. Dat maakt ook niet zoveel uit, want mijn moeder werkte keihard. Snap je, voor alle kinderen. Ik had alleen voor mezelf dat ik het niet zo wilde. Zo wil ik het niet. Ik wil mijn kinderen, mijn familie wil ik alles kunnen geven. En daar heb je geld nodig. Al die mensen die mij zien denken dat ik rijk ben. Omdat dat het algemene beeld is. Ja. Dus die denken die witte die vliegt business class en die zwarte die zit onderin opgevouwen in het vliegtuig. Er is in jouw jeugd best veel over je heen gelopen. Nee. Waarom? Nou, omdat je klein was. Ook al was ik klein. Ik kreeg klappen, maar ik gaf wel klappen terug. Maar die broers, waren die hard tegen je? Die maakten ook een harde jongen van je. Want je dolf altijd onderspit. Ja. Te klein, dun. Ik was klein, ja. Maar ja, klein, dun. Maar ik stond altijd weer op. Ik was vrij jong, was ik doorgebroken. Ik was 17 jaar. Toen ik in het eerste speelde. En op het moment dat alles goed gaat, dan is iedereen, hè, iedereen steunt je, iedereen, hè, iedereen in een hosanna-stemming. Maar toen leerde ik al, toen zag ik heel snel de andere kant. Snap je? Dat wanneer het niet goed gaat, dat mensen ook, ja, weet je, dat ze je gewoon ook laten vallen. Ja. Dat is gelijk, hè? Ja. Als een baksteen. Ja, ik doe toch hetzelfde? Wie hetzelfde? Wat doe ik fout dan? Zeg, jij bent een trainer. Zeg me dat ik fout doe. Nee, ik ben geen trainer. Ik let nog één keer op je voeten. Wat zeg je? Op mijn voeten? Ja, want je staat links voor en dan... Hier. Ja. Draai je lichaam naast erin, kijk. Winston op 20-jarige leeftijd, weggeschopt bij een aantal voetbalclubs... Weggeschopt uit dienst, geen opleiding, eigenlijk had hij niks. Het enige wat hem lukte was voetbal. En de scène in dit boek is dat hij de dienst gaat verlaten. Hij propt zijn plunjezak vol met spullen, pakt zijn jas en weg is Bogarde. Bij de poort is de mededeling al gearriveerd dat er een soldaat op hoog geslagen is. Voor het hek staan twee piepjonge soldaten. Ze blikken nerveus naar de grote zwarte jongen die op hen afstormt. Doe de poort open. De poort mag niet open. Je mag hier niet weg. Doe de poort open. De poort mag niet open. Je mag hier niet weg. Of je doet de poort open of ik ram je helemaal in elkaar. Je mag kiezen. Oké, rustig maar. Ik doe hem open. Zo stapt Bogarde uit het leger. Ik stond gewoon overal bij, stond gewoon buiten de poorten. En dan ga je jezelf afvragen. Oké, wat nu? Wat nu? Ja, wat nu? Toen was er een regenachtige avond in Rotterdam en stond een man met een capuchon op langs de kant van het veld van Sparta 2, sprak Henk van Stee. Had je moeite, want jij hebt moeite om mensen te vragen, hè? Was dat op dat moment moeilijk? Om Henk van Stee te vragen, trainer, ik wil bij u terug, mag dat? Nou, moeilijk was het niet. Henk kende ik al vrij lang. Ja. Henk kende ik al sinds toen ik een klein jongetje was. Ja. We hebben natuurlijk 12 jaar geleden een hele aparte relatie gehad. Toen heb ik hem weer opgenomen. Ja, een hele moeilijke fase in zijn leven. Daar is hij eigenlijk weer opgekrabbeld vanuit het niets. Dat is mijn eerste goal dit seizoen. Deze? Ja. Of die vorige? Nee, die.
kopplaats. Legt hem al terug in vierklauw. Maar Krijgsman zit ertussen. Bogarde gaat daar en hier de elleboogstoot op de kop. Uilenberg ziet dan vervolgens als de camera weg is dat Bogarde een duw of zoiets heeft gegeven. En trekt rood. Niet voor de kop. Wel voor Bogarde. Het begin van veel ellende. De journalist die bleef me aan de deur zeuren en ik bleef maar... Zeg maar, voor de veiligheid bleef ik me gewoon in de kleedkamer. Je kunt wel zien dat je nerveus bent. Want iedereen kwam toch in de tweede helft, hè? Ja, maar ja, kijk, ik bedoel... Wat verwacht je? Hele toestand eromheen. Het is mijn eerste tv-optreden in mijn hele leven. Nou, ik was behoorlijk kwaad. Dus ik weet niet wat er zou gebeuren als ik, zeg maar, de ijs gaan en misschien de verkeerde mensen tegenkomen. Ik had die de kok, had ik liever een paar knallen gegeven. Ja, maar als dat het, doe als je als niet. Als het buiten was geweest, had ik een paar knallen gegeven. Om hem te kunnen begrijpen moest ik een keer in Suriname geweest zijn. En zo Surinaams. Als je hem langer interviewt, dan komt er toch wel in elke vijfde zin zijn huiskleur. En ook zijn Surinaamse afkomst te sprake. Dus ik vond dat ik daar per se naartoe moest. We hebben een dag zonder Winston, zijn we op zoek geweest naar zijn roots. Ja, die boomgaard. Winston wilde overigens die dag niet mee, want hem interesseerde dat niet. Winston! 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 Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik had nooit aan Ajax gedacht. Dat meen ik echt. Ajax speelde het mooiste voetbal van Nederland. Dat was gewoon zo. En daar is hij dan, Winston Bogarde. Nu echt officieel Ajax ziet. Je moet het nog altijd laten zien, hè, dat je daar hoort te spelen. Ja, maar je moest je ook op het andere vlak dan op het veld bewijzen. Ja. Er werden grappen met je uitgehaald. Lex Goudsmit werd je genoemd. Dat is toch een beetje de vreemdeling die daar verdwaald was, zeker. Hoe heb je daar... Ik kom uit Rotterdam, hè. Dus, Ja, je komt ook nog uit Rotterdam. Ja. Maar hoe ben je daarmee omgegaan? Nou, ik weet nog een keer dat ik we moesten een rondo moesten spelen. En Mark gaf me een klote bal. Waardoor die bal, zeg maar, via mij, die ging uit of erin, weet je. Ik moest in het midden. Ik moest in het midden, ik bedoel. Nou, dat hij mij op een bepaalde manier aansprak. Van dat hij Mark Overmars was. Dat hij net de WK had gespeeld. En dat hij vond dat ik in het midden moest. Dus toen vroeg ik hem van wat hij zei. Of hij dat nog een keer kon herhalen. In mijn reactie weer, ik zeg niet dat het goed is. Maar in mijn reactie dat ik het vraag, greep ik hem dus bij zijn keel. Snap je? En hem gezegd. Dat als je dat nog één keer zou flikken, of tegen mij zeggen, dat ik allebei zijn benen zou breken. Nou, ik heb door de jaren heen heb ik ervaren is dat, zeg maar, dat het mentale vlak net zo belangrijk is als je kwaliteit. Kijk, je kan nog zo goed voetballen, je kan nog zoveel kwaliteit hebben, maar als je op dit gebied instabiel bent, of er niet tegen kan, dan komt het op een gegeven moment komt het naar buiten, snap je? Uiteraard. Ja! Kluivert, ja! Kluivert 1-0. En daar vliegt iedereen weg, alle kanten op. Rijkaard een kant op, Kluivert een kant op. Met deze wedstrijd is er gewoon een nieuwe tijdperk ingeluid, vooral voor de donkere jongens. Hoezo? Nou, hoezo? Tel me hoeveel donkere jongens die beker hebben gewonnen. Ja, dit is gewoon een heel uniek moment. En dit beeld, jullie drieën voor, zo bij elkaar? Voor Surinamers. En dan de tranen van geluk. Voor een viertal, prachtig. Davids, Rijkaard, Kluivert. Met Bogarde daarachter. Alles werd er gewoon vanaf gegooid. Van
de ruggen, eigenlijk. Ja! Ja! Love you, love you! Love you! Wat zat er op de ruggen dan? Heel veel last. Niet de last in die zin van dat je dat nu ziet. Jaren last, misschien eeuwen zelfs. De man die heel veel heeft bereikt binnen het voetbal. Het is een voorrecht voor SES Nationaal. Het is een voorrecht voor ons allemaal om hier te hebben. Winston Bogarde voor de prijsuitreiking. Dames en heren. De grote trotse Winston die ging een aftrap verrichten voor een wedstrijdje van Nietzsche in een veteranentoernooi. Maar Winston wordt daar gezien, behalve als heel rijk en geslaagd en ook als iemand die terugkomt. Hij gaat terugkomen en iets voor het land doen. We hebben ook letterlijk tegen hem gezegd: Winston, we zijn blij dat je weer terug bent. Hij doet het en Ajax wint de Wereldcup. Hartelijk gefeliciteerd. Dankjewel. Alleen de tweede hoor. Het is pas de tweede van dit jaar. Van dit seizoen. Er komen nog meer, er volgen nog meer. Ik wou even tegen Patrick zeggen dat ik het zo jammer vond dat je die strafschop miste. Daar wil ik het niet over hebben. Ja, kijk, daar hebben we weer zo'n klote journalist. Die gaat vragen waarom hij die penalty mist. Weet je, kijk, dit zijn nou momenten. Kijk, dit zijn nou momenten. Weet je, dat ik zeg maar de journalist niet begrijp. Hebben we nu gewonnen of wel? Ja, je hebt gewonnen. Oké, dan wil ik niks aan lijken. Oké. Dus je weet het, hè? Saranang, Umbigi, Bigi Saranang, Nafiu. Weet je, je bent godverdomme de wereldbeker. Dat is, ik denk daarvoor 25 jaar niet gebeurd. Ja, dat of is zo. Niet de taak van de journalist om blij te zijn. Oh, is niet, nee? Nee, dat is niet de taak van de journalist. Nee, waarom niet dan? Kijk, het was een blanke journalist. Ja. Dat is niet zo moeilijk. In mijn optiek zie je ook een ontzettende een kloof tussen de donkere spelers en de blanke journalisten. Is dat zo? Waarom een kloof? Denk ik. Hij snapt toch helemaal niks van wat jullie zeggen? Nee. Hij snapt al niet wat jullie in Suriname zeggen? Nee. Hij snapt de band die jullie hebben? Hij snapt niet wat het voor jullie betekent? Ja. Nou, had ik ook niet gesnapt hoor. Ik zeg niet dat ik daar had gestaan, dat ik een betere vraag had geweten. Ja. Alleen, wat voor vraag had je gesteld dan? Wat voor vraag had jij gesteld? Ik heb dezelfde domme vraag als hij. Had je zelf de domme vraag gesteld? Ik denk dat hij dezelfde domme vraag had gesteld. Dus ben je eigenlijk ook een beetje dom. Lange vlucht, op een gegeven moment geland Suriname. En we hadden het over gehad dat op het moment dat je die trap afkomt, dan weet je van ik voel me hier thuis of niet. En hij, oké, en, wat vind je? Hey, voel het. Hier is het. Ik dacht, eigenlijk is dit, zou voor mij de ultieme vrijheid symboliseren. Op zo'n jacht, op zo'n rivier in je eigen land. Het heb ik ook gezegd, van, ja, waarom ga je hier gewoon niet wonen? Maar ja, dat is, daar zijn er geen mogelijkheden voor zijn kinderen enzovoort. Dat, hij somt dan op wat alle immigranten, alle Surinamers opsommen. Ja, we waren gewoon een heel team. En dat 6 Surinamers in het elftal stonden. Dat zijn gewoon belangrijke momenten voor een land, in dit geval Suriname. Je moet niet vergeten dat er een overbruggingsperiode was. Dat in mijn tijd, toen ik nog jonger was, dat niet altijd de beste speler speelde. Als je even goed was, ja, speelde je gewoon niet. Even goed als wie? Ja, als een blanke jongetje. Ja. Speelde je gewoon niet. Moet je voorstellen dat het al een tijd heeft gebroeid. En helaas op het EK komt het eruit. Het was de situatie bij Ajax. Het was gewoon de situatie bij Ajax. Ja, maar het was dus een kwestie van geld. De donkere jongens verdienen een stuk minder dan de blanke jongens. Maar een stuk minder. Je mag het best wel gewoon zeggen. Ja. Gewoon heel wat minder. Ja, er was echt een, gewoon een scheiding. En dat merk je in alles. In het hotel. Bij het eten. En dat heeft ons natuurlijk het EK gekost. Je wil me niet zeggen dat het toeval is
dat die donkere spelers de slechte contracten hadden. Die andere jongens die zitten hier en jij zit hier, weet je, en nu ga je praten over van oké, contractverlenging en verbetering van het contract. Snap je? Dan ga je van hier, ga je naar hier. Ja. Snap je? Ja. Niet van hier naar hier. Ik stortte na het EK, stortte ik gewoon letterlijk en figuurlijk stortte ik in elkaar. Echt. Zowel op mentaal gebied als op als fysiek. En natuurlijk de terugkomst weer bij je ploeg. Van natuurlijk de afgelopen maanden waar een hoop shit eruit is gekomen. Ik kon het niet meer opbrengen. Nee. Spierscheuringen links en rechts. Ik kon het gewoon niet meer opbrengen. En ja, wat mij daarna echt heeft geraakt, was dat ze zeiden dat ik mijn blessures ging voorwensen. Die fake, die blessures. Dat heeft mij echt geraakt. Verhaal zit aan zijn bureautje en jij staat er in zijn kantoor. Precies wat je zegt, je beschrijft, je gaat in zijn kantoor. En hij zegt gewoon, hij staat gewoon tegen je, weet je. En hij zegt gewoon van ja, de medische staf die denkt dat jij je blessures voorwenselt. Ja. Ja. Ik kon daar op dat moment niet meer blijven. Er was te veel gebeurd. Het is gewoon een smerige wereld. Iedereen wil wat van je. Maar ga er maar aan staan. Weet je, en dan ben je net een jonge jongen. Doet het goed. Je hebt ineens 10 zaakwaarnemers waarvan je van niks weet. Iedereen wil wat op je verdienen. Ja, het is heel moeilijk voor een jonge jongen om je hoofd erbij te houden. Nou, ook geen klein clubje, zeg maar. Hè? Godverdomme Bogardeman. Ja. Maar ja, zeg maar even de grootste elftallen waar je ingespeeld hebt, hè? Ja. Barcelona, Milan, Ajax, Nederlands elftal. Ah, oh, kijk dan, ja. Ja, de biograaf gaat zich nu helemaal vereenzelvigen met zijn object. Object? Nee, je bent een object. Ik ben helemaal geen object. Moet je voorstellen, oké, dan loop je Steiner in de gang. Ja? Oké. Okay. Van de Camp Nou. Ja? En dan zie je, zeg maar, als je voor je kijkt, zie je die spelers natuurlijk allemaal naast je. Heel veel commotie mensen rennen links en rechts voor je. Zie ik het veld al? Zie ik het veld? Waar staat het veld? Waar is het veld? Daar. Nee, oké, als je vanuit die kant. Als je dan vanuit die kant kijkt, dan zie je, zeg maar, sta je in die tunnel. En dan zie je die trap hier, die treetjes. Daar moet je eerst op, met anders kom je op het veld. Oké. Nou, in de gang natuurlijk heel veel commotie. Mensen lopen te schreeuwen, elkaar op te peppen. Ja, wie staat er voor? Wie staat er achter me? Doe even. Guardiola staat voor me. Guardiola staat voor me, ja. Ja. En wie achter me? Ruud Hesp. Hesp. Ruud, kom op, hè. Ja, nou precies. Ja, zo gaat het, hè? Ja. Die spanning, en waar staat de tegenstander? Tegenstander, die staat aan de andere rechts? Kant. Ja, maar staat een zit er een muurtje tussen? Niet? Ja, er zit een hek tussen. Een hek? Een hek? Ja, er zit een hek tussen. Ja, want anders, jee toch. Anders ga je gelijk. Gaat een van de grootste wedstrijden spelen van de competitie. Ik voel het helemaal. Voel je het in je buik? Ja, serieus. Ja. Je hebt je shirt om. Ja? Weet je? Ja? Je weet dadelijk dat 100 miljoen mensen daar je kijken dadelijk. En dan, kijk, ja, dan komt ineens dat in mensen stadion. Groen. En dan alleen maar mensen. Het is allemaal voorbij dit, hè? Het is voorbij, ja. Maar de
Het zijn even momenten dat... dat je echt ontlaat van bepaalde dingen in het leven. Was dat een jaar na het overlijden van je moeder ongeveer? Kun je er iets over zeggen? Ik had op dat moment gewoon moeilijk. Ja, dat moeilijk. Heb je zeg maar een aantal gelukkige momenten zoals dit? Weet je, dat je kan ontladen. En voor de rest was het vlak en niet zo vrolijk. Nee. Het is avond in Paramaribo. Een prettige tijd. De hitte van de dag maakt plaats voor een zwoele atmosfeer. Op het balkon speelt de kleine Winston Bogarde met zijn houten trein. Zo nu en dan kijkt hij door de spijlen van de balustrade uit over de weg die van hun huis naar de hoofdstraat leidt. Op die straat komen auto's voorbij. Als hij zijn ogen dichtknijpt worden de koplampen sterretjes. Dansende sterretjes. Dan mist zijn hart een slag. Twee van de sterretjes schijnen fel in zijn ogen. Een auto is van de hoofdstraat afgedraaid en nadert het huis. Zijn vader? Maar nee, hij stopt. Rijdt achteruit en verdwijnt weer in de nacht. Voor de zekerheid kijkt hij de rode lichtjes na totdat ze verdwenen zijn. Zijn vader komt nog niet thuis. Hij blijft rustig. Nog even. Tssssss, doet hij. En zijn trein rijdt van het balkon af de kamer in. Hij ging schoorvoetend, tegenstribbelend akkoord met het feit dat wij bij zijn huis langs gingen waar hij destijds heeft gewoond. Nou ja, toen we daarvoor stonden hebben wij gesproken en uiteindelijk ben ik gebotst op de muur. De inner circle om zijn hart, zeg maar, de afsluiting, daar was, verder kwam ik niet. Toen heb ik hem ook gezegd, Winston, je hebt een geheim en je gaat het me niet vertellen. Heeft te maken met persoonlijke overwegingen, laat ik het zo zeggen. Ja, omdat je hier ook rot herinneringen aan hebt. En, dat heeft hij ook gezegd, dat ga ik je niet vertellen. Dus wat dat is, daar blijf ik naar gissen. En ja, eigenlijk vind ik dat ook prima. Ik heb ook wel twee of drie geheimen die ik aan niemand vertel. Tijdens het partijtje gebeurt dit. Winston Bogarde blijft met zijn voet vaststaan. Dat beeld wil ik niet zien. Ja, kijk maar niet, Winston. Ik vind het ook afschuwelijk. Och. Ik heb zeker anderhalf jaar pijnstillers geslikt. Daarna? Ja. Op een gegeven moment, ja, dan wordt het een soort verslaving. Ik ben naar Chelsea gegaan om te voetballen. Om mezelf te bewijzen. Om mezelf te laten zien. Uiteindelijk is het zeg maar omgeturnd in een bepaalde strijd die ik die de club met mij leverde. Is dat de club van me af wilde, maar ja, ik had een bepaalde salaris waar je niet even makkelijk overheen stapt. Snap je? Het is niet dat ik niet wilde voetballen, ik wilde heel graag voetballen. Maar ik had een topsalaris, ik had een topcontract. Het publiek weet wat je kan. Ze weten wat ik kan, snap je? En dat beeld, dat heb ik al die tijd nog niet kunnen laten zien. En dat is wat ik denk ik, tof voor mezelf een van de ergste dingen vind. Weet je, dat zeg maar ik niet de kans heb gekregen om dat te laten zien. Want in feite is het gewoon een vernedering. Ik bedoel,
alles in het leven meegemaakt, alles in het voetbal meegemaakt. Ze willen doen met je wat, ja, wat ze willen, wat ze kunnen. Hopen op een reactie van jou, waardoor zij de gelegenheid krijgen om je eruit te knikkeren of om je te ontslaan. Nou, die gelegenheid heb ik hun niet gegeven. Nu je niet meer voetbalt, Winston, hè? Je zegt, je hebt van die ontladingen in het veld, hè? Dat je dan... mis je dat? Ja. Ja. Nu ontlaat je jezelf in ruzies. Dat je gaat schreeuwen en dat soort dingen allemaal. Je hebt nog geen plaatsvervanger gevonden voor het voetbal. Wat zeg je? Waar je vroeger dat in het veld kwijt kon, dat moet je dat nu thuis doen of op je werk of... Ja, soms wel, ja. Besef je eigenlijk wel dat je gestopt bent? Ja. Iemand die mij nooit heeft afgevallen in de afgelopen jaren. Nou, in mijn ogen is dat Henk Versteeg. En aan hem zou ik graag het eerste boek voor mij, het eerste exemplaar, zou ik willen overhandigen. Want voor mij is Winston, is en blijft een absolute winnaar. Nu je gestopt bent met voetballen, hoop ik dat ik de andere Winston weer eens zie, zei zijn zus Henna. Henna vindt dat het voetbal hem hard heeft gemaakt. Zal wel, maar hij was al hard. Het voetbal heeft het alleen maar versterkt. Hard zijn is nodig in deze wereld, anders word je opgevreten. Zeker als zwarte. Wil je je hele leven zo verder gaan, vroeg Henna. Soms lijkt je zoveel op je vader. Hoe ga je eindigen, Winston? De vraag blijft kleven, maar hij weet best goed hoe hij wil eindigen. Hij is 80 of 90, oud, heel oud. Hij zit in een grote stoel aan de rand van zijn zwembad. Boga staat er in donkerblauwe letters op de bodem. Om het huis dat hij voor zijn moeder liet bouwen, lopen zijn kinderen en de kinderen van zijn kinderen. Ze heten allemaal Bogarde.